Dit is de Nederweertseweg in het buitengebied van Someren, precies op de grens van Brabant en Limburg. En in deze zaak gaat het om een hele gewelddadige overval op de bewoner van dit huis, op maandagavond 17 februari om ongeveer 9:30. Hij zit dan net televisie te kijken naar de Olympische Spelen. Als er wordt aangebeld, doet hij open. Twee overvallers en dit is het resultaat. Voor uiteindelijk alleen een pinpas. En met die pas is later gepind. En dat is de eerste van een aantal interessante aanknopingspunten richting de daders. Deze man staat op maandagavond 17 februari in Nederweert met de gestolen pas van het slachtoffer te pinnen. Om 10:50, niet lang na of tijdens de overval dus. De kleinste van de twee, zo'n 1,65 meter, is kaal en droeg een groen t-shirt, spijkerbroek en gymschoenen. De grootste, zo'n 1,80 meter, 1,85 meter, had grijs achterovergekamd haar, droeg een zwarte leren jas met eronder een grijs-zwarte trui. Ook een spijkerbroek en zwarte schoenen. Zegt dit u iets in combinatie met deze beelden? Die bewakingsbeelden zijn natuurlijk een belangrijk aanknopingspunt in de richting van de daders. Maar er is meer. Want diezelfde middag om ongeveer 14:45 ziet een getuige hier op de Boldersdijk, ongeveer 2 autominuten vanaf het huis van het slachtoffer, 3 mannen. Die hier waarschijnlijk niet thuis horen. Of die mannen nu iets te maken hebben gehad met die overval weten we niet. Maar dat willen we natuurlijk wel uit kunnen sluiten. Dus wie zijn die mannen nu geweest? En wie heeft ze misschien eerder of later die dag hier in de buurt gezien? Later die avond, het is dan rond 9:30, bijna het moment van de overval, zien getuigen op de Boldersdijk een blauwe Renault Scenic rijden met 3 inzittenden. De auto keert en rijdt terug in de richting van het huis van het slachtoffer. En die blauwe Scenic wordt nog interessanter, want diezelfde avond om ongeveer 10:50 ziet een getuige die Renault hier geparkeerd staan met op de gele kentekenplaat vermoedelijk als eerste cijfers 60. En die auto stond hier geparkeerd op dit doodlopende stuk van de Nederweertseweg, vlak achter het huis van het slachtoffer. En in het huis is op dat moment waarschijnlijk de overval in volle gang. Later worden op het erf handschoenen en deze zaklamp gevonden. Misschien wel door de daders achtergelaten. Ook deze spullen kunnen een spoor naar de daders zijn. Wie zegt dit iets? Even alles op een rij. Op maandagmiddag 17 februari op de Boldersdijk 3 mannen gezien. Die avond om ongeveer 9:30 een blauwe Renault Scenic rijdt op de Boldersdijk. Ongeveer 10:50, de blauwe Renault staat vlak bij het huis tijdens de overval. Gevonden, handschoenen en een zaklamp. Help de daders te vinden die dit op hun geweten hebben. Wie staat hier te pinnen, waarschijnlijk nog tijdens de overval? Heeft u andere informatie? Naast de tiplijn en anoniem kunt u ook bellen met het team Nationale Criminele Inlichtingen op 079-345-8999.